FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Zondagmiddag kan FC Volendam tegen FC Eindhoven zijn vierde overwinning op rij boeken. Aanvaller Martijn Kaars was in de laatste twee duels trefzeker en kan niet wachten op zondag. Ja, gaat lekker, gaat beter. Ook drie keer gewonnen. Veel goals gemaakt met z'n allen. Ik denk dat ik zelf ook twee knappe goals maak, dus gaat lekker. De rappe aanvaller merkt een stijgende lijn. Ja, helemaal aan het begin van het seizoen. Ik denk dat we het ook dat wel goed deden in de voorbereiding. Een beetje wisselvallig, maar wel gewonnen van Cambuur en Graafschap. En verval in een beetje wanneer de competitie begint. Dan merk je hier en daar wat irritaties en dat het spel wat minder lekker loopt. Ja, dat is wel een beetje het verschil met nu. Nu loopt het weer lekker. Ja, de ballen vallen nu wel in waar ze er in het begin van het seizoen niet in vielen. Nou, de sfeer is toch weer iets beter. Ja, en als je punten haalt, is altijd goed voor de groep natuurlijk. Met de komst van Samuele Mulacheri en Giannis Iatrudis heeft FC Volendam voorin meer opties voor handen. Kaas is blij met die concurrentie. Ja, ik denk dat concurrentie altijd wel goed is. Het hoeft nu ook niet in de spits bijna alleen maar van mij af te komen. Er zijn ook andere jongens die daar nu kunnen spelen. We kunnen wat meer doorroleren voorin. Dus ja, het is aan de ene kant wil je natuurlijk alles spelen. En aan de andere kant is het misschien ook goed als er ook andere jongens zijn waarmee je kan concurreren. De spits heeft zijn kennis voor de komende tegenstander op orde. Eindhoven is wel een gevaarlijk ploegje. Ze staan 12 op de ranglijst. Ze hebben met Kai de Roy wel een hele belangrijke speler verloren aan NAC. Er was ook een topscorer dat voor mij 4 goaltjes er al in liggen. Nou, nu moet het een beetje van andere jongens komen bij hun. Voorin hebben ze Van der Sande lopen en Botemans en nu ook Donkor. Die is gehuurd van Fortuna. Ja, het is wel een ploegje wat relatief veel goals tegenkrijgt, maar ook wel scorend vermogen heeft. En je ziet ook heel wisselvallige resultaten. Ze verliezen 6-0 van NEC. En ze spelen 3-3 gelijk tegen en dan is het weer 0-0. Dus het is wel, we moeten gewoon super scherp zijn en ons eigen spelletje spelen en onze eigen dingen doen. En dan denk ik dat wij een goede kans maken tegen hun. Kaas weet waar zijn kansen liggen om te scoren. Ja, het is natuurlijk altijd, vooral bij Eindhoven hebben de verdedigers wel last. Hebben het wel lastig met diepte in de rug. Dus ja, als die bal vrij ligt achter mij, dan moet ik gewoon diepte maken en even op het juiste plekje staan. Hè. Dan kan je hem altijd binnenleggen. Maar het centrum met Biemans en Amafor, die hebben wel moeite met diepte. Ja. Snelheid, denk ik. En dan kan het vingertje weer de lucht in. Hè? Dan kan het vingertje weer de lucht in, ja. Zo is het. De wedstrijd FC Volendam FC Eindhoven is live te volgen op Fox Sports. Het Twitterkanaal @FC Volendam en de story op Instagram.